Een bijzonder goedenavond en hartelijk welkom bij de Gay Pride Update. Kennelijk zijn er in dit land en ook in deze stad mensen die het nodig vinden om aan andere mensen duidelijk te maken dat ze anders geaard zijn. Nou, is het geen groot feest? Dit mogen we allemaal meemaken. Paul Turner! Nobody less than Paul Turner is performing on the Huff today. Willen jullie het zien? Paul Turner, willen jullie het zien? Ja? We gaan kijken. Born This Way. Sowieso natuurlijk een schandelijke titel. Maar kijkt u met name eventjes. Ja, de politiemacht is bijna groter dan het aantal aanwezigen. En ja, het is vooral op de trieste mensen die zich hier verzameld hebben. En daar staat dus Paul Turner in korte broek. Die net dankjewel zegt. Happy Gay Parade. I love you all. We kunnen hem even interviewen, lijkt me wel het minste wat we kunnen doen. Kijk, tag Ton de Kruijf, maak nu een foto. Die is helaas in huis. Terwijl onze negenvriend gewoon zijn werk moet gaan doen. Ja, ze doen dus ook een foto aan het gaan. Ja. Hé, wat raak je? Maar kijk eens, dames en heren, hoe bloedig net. Ja, dat is mijn vriend Wilbur. Die vind ik toch altijd wel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ja! Oh man, kijk, ja, dat doet hij goed. Tot I want a big hand one more time for Mr. Paul Turner! Dood saaie update eigenlijk. Kijk, Paul Turner droogt hij zich af. Hij zal, hè? Zo nat als hij is, nou ja, dan is hij nog wel even bezig. Kijk, als Paul Turner zich helemaal afdroogde, zo nat als hij is, ja. Goed, hè? Vond je het goed? Ja, ik vond het leuk. Ja? Ik heb er niks van gezien. Ik heb er niks van gezien. Ja, ook wel. Heel erg leuk. Je zit volop in de nacht update, hè? Ja, dat maakt niet uit. Hi. Ja. Nee, ik vind het eerlijk. Nee, ik heb niks van gezien. Dus tot zover, Paul. En tot zover de gay update. Mijn hemel, als je dit dan nodig hebt om voor je geaardheid uit te komen. Ja, sorry. Ja, kijk. Hi, dat is onze overbuurvrouw. Het was zo lekker. Ja, ze heeft zo lekker gegeten, Wils. Nou, en daarmee, dames en heren, zijn we weer terug bij af. En staan we hier voor de spiegel. Alle mensen die op zomervakantie zijn en het gayfeest hebben moeten missen. Nou ja, je hebt het hoogtepunt gezien. Paul Turner. En het hopeloos gegil van allerlei mensen die het nodig vinden om zich te onderscheiden. Nou, zaterdag natuurlijk het hoogtepunt, want dan mogen we de boot op en in en bah. We zeggen om dat bombshell, goeienacht. Nee.